Deze overbekende en verschrikkelijke beelden van 4 januari vertonen veel overeenkomsten met het verhaal van een 22-jarige man uit Best. Hij werd op 27 december toegetakeld. De eerste keer dat ik de beelden zag, ging het voor mij gepaard met de nodige tranen. Omdat je dan eigenlijk pas ook duidelijk in beeld ziet wat je eigen zoon meegemaakt heeft. Ja. De moeder van het slachtoffer vertelt anoniem wat er gebeurde. Zonder aanleiding, willekeurig, gewoon niets vermoedend. Ik kwam van een leuk verjaardagsfeestje af met vrienden. Er stopt een auto en er springen drie jongens uit. En die zijn zonder reden op me gaan beuken, echt letterlijk en figuurlijk. De zoon zit nog altijd ziek thuis. Drie geweldsincidenten rond het uitgaansgebied Stratums Eind. Het doet de straat, die toch al een imagoprobleem heeft, geen goed. Nou, bent u zo bezig met hier het imago te verbeteren? Ja. Mislukt, zou ik zeggen, als ik dat soort beelden zie. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar hoe dan ook, drie mishandelingen in één week is wel erg veel. Zover ik het in ieder geval ook begrijp uit de statistieken, zijn het nog steeds incidenten en excessen. Waar je echt iets tegen moet doen. Ik zeg we, en daar zijn wij heel goed mee bezig. Want de panden in de straat zijn opgeknapt, er komt meer verschillende horeca, raddraaiers worden aangepakt met horeca en gebiedsverboden en er is veel toezicht en camerabewaking. Maar net niet op de plek waar de man uit Best werd toegetakeld. Ja, dan zie je wel hoe belangrijk camera's en met name camerabeelden zijn voor het identificeren van de daders. Want ja, die pech hebben wij dus en dat is gewoon waardoor je dan ook een beetje boos bent. Hè? Straatmanager Van Gerwe blijft optimistisch over het Stratumzijnd. Het wordt nog ooit een echte hele leuke straat hier. Het is een hele leuke straat. Het is een fantastische straat. En, hij wordt nog leuker. Hij wordt leuker, ja.